Eén ei is geen ei, twee ei is een half ei en drie ei is een paasei. Gek, hè? De eieren waren op bij de supermarkt. Het is zaterdag 11 april 2020 en vandaag verbaas ik me over Pasen en tradities. Onze zoon komt op bezoek fietsend van Amsterdam naar Bussum. Morgen komen een dochter en haar vriend. Het worden 1,5 meter paasbezoeken ter vervanging van de traditionele paasbrunch op eerste paasdag. Mijn vrouw is net bij haar vader op bezoek geweest. Het werd een hoogstaand trapgesprek. Hij bovenaan de trap, op twee hoog in de pijp. Hij zei onderaan met een mandje lekkernijen om de Pasen door te komen. Tijdens de lockdown. En mijn broer geeft een paasmandje af bij het revalidatiecentrum, waar mijn vader in quarantaine zit. De traditionele tweede paasdagbrunch bij mijn vader vervalt dit jaar. Dan eten we altijd matzes, een oud gebruik. Vroeger kwam mijn vader altijd met een grote ton kosjere matzes thuis. We waren helemaal niet kosher, maar we waren niets. En dan deelde hij stapels matzes uit aan familieleden en bekenden. En aten we ze nog weken met boter en donkerbruine pastetsuiker. En mijn vader met kaas. Die ton was heel diep. Matzes hoorden bij Pasen, omdat opa en oma ook matzes aten. En de vader en moeder van mijn opa ook. Dat was traditie. Maar dat was voor de oorlog. Ik verbaas me over Pasen en tradities. Soms heb je geen idee waar ze vandaan komen, maar het voelt als familie. Heel dichtbij. Een fijne Pasen. Deze verbazing draag ik op aan de Pasa's. Waar die vandaan komt. Meer verbazingen? Abonneer je op het YouTube-kanaal van de Toekomstfabriek. En wil je de tekst nalezen? Check mijn LinkedIn-pagina. Tot een volgende verbazing. Thank you.